Het ligt toch wel aardig vol. Ario Stichter heeft het meeste glas inmiddels opgeruimd. Maar vanochtend lag zijn hele garage er vol mee. We dachten eerst dat iemand voor de aardigheid met een buksje eruit had geschoten. Maar het blijkt heel wat anders te zijn. Het blijkt een ontplofte auto te zijn, vlak voor zijn deur. Met 3 kapotte ruiten is de schade nog beperkt. De overburen hebben minder geluk gehad. Geschokt, een grote ravage was het toen ik aankwam. Renate Huisman wordt vannacht door de politie uit haar bed gebeld en is er als een van de eerste bij. Alle ruiten liggen eruit en de hele fabriekshal ligt nog steeds vol met glas. Het is overal op en in, dus dat duurt wel even voordat we dat allemaal opgeruimd hebben. De explosie vannacht is het slotstuk van een wilde achtervolging. De politie krijgt de auto in de gaten op de rondweg in Houten. Daar negeert de bestuurder een stopteken en probeert de politie af te schudden. De 3 mannen rijden via de A27 naar Vianen. De agenten hebben ze dan al uit het oog verloren, tot zij aan de horizon een metershoge vuurbal zien. Hier achter mij bij de zwart geblakerde boom is de auto uiteindelijk ontploft. En volgens brandweerlieden zat de auto vol met inbrekerstuig. Jerrycans benzine, een motorzaag en een gasfles. En mogelijk zijn die de oorzaak geweest van de grote explosie die er plaats heeft gevonden. De 3 mannen stappen net op tijd uit de auto. Want op het moment dat we hier ter plaatse kwamen was er geen mensen meer in het voertuig. Dus die zijn gevlucht, denk ik. De politie kan 1 man direct aanhouden. Een andere wordt met onderkoelingsverschijnselen uit het Merwedekanaal gevist. De 3e verdachte is nog op de vlucht.